In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Elise. Zij is anaal performer. Een penis of een dildo? Een penis. Wel of niet herkend worden? Wel. Anaal of vaginaal? Anaal. Performen in een webcamshow of in een pornofilm? Dat is een moeilijke. Webcamshow. Liever een te groot of een te klein voorwerp? Te groot. Hoe groot? Ja, veel te groot natuurlijk. Hoe ben je in de seksindustrie beland? Ik was altijd al heel erg geïnteresseerd in aparte dingetjes, in dingen uitproberen. Ik was een beetje kinky altijd. En ik had geld nodig. Ik werkte bij de bakkerij voor 5 euro per uur op een zaterdag. Dus ik dacht van, ja, wat moet ik nu? En ik had eens gehoord van een vriendinnetje, van ik heb dat wel eens gedaan. Ik denk, nou, laat ik het ook eens uitproberen, toch? Wat had zij dan gedaan? Gewebcamd. En toen dacht ik, ja, laat ik dat ook eens uitproberen. Nou, de eerste dag heb ik meteen 300 verdiend. Ik heb meteen mijn baan opgezegd. Ja? Ja. Maar, en dacht je niet, toen zij dat zei, hè, over dat webcammen, ging er dan ergens door je hoofd dat je dacht, oh ja, dat is wel een stap? Nee, want ik was eigenlijk al heel geïnteresseerd in, ja, in seks. En ik vind het leuk om mezelf te laten zien. En ja, dat is eigenlijk wel iets heel goeds voor mij geweest. En hoe oud was je toen je begon? 18. Vond je het niet spannend aan het begin, de allereerste keer? Natuurlijk vond ik het spannend. Ik vond het hartstikke spannend. Ja, en toen zat ik daar in mijn eentje op mijn zolderkamertje. Zat ik daar te typen naar mensen. Maar het was heel spannend hoor. Aan het begin was dat dan 1-op-1 contact met de mensen. Je maakt eerst gewoon een praatje. Nou, en dan ga je een beetje bezig met jezelf. En omdat ik al best wel extra vagant ben en was altijd al geweest. Paste dat wel? Precies, paste dat wel, ja. 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 Hoe ben je achter je passie voor anaal gekomen? Ja, nou, het begon eigenlijk met een vinger, hè, op de webcam. En, op de webcam pas voor het eerst? Nee. Trouwens, voor het eerst was wel een piemel. Maar dat heb ik toen 1 keer gedaan. En jaren later ben ik pas weer begonnen met op de webcam dan eigenlijk anaal. Het was niet bij die piemel dat je dacht, wow. Ja, ik vond het wel fijn, maar het was niet echt... Ja, ik weet niet wat ik ervan had verwacht toen. Maar ja, die passie is echt gekomen. Ik vond allemaal leuke speeltjes en allemaal mooie dingen in seksshops en zo. En toen dacht ik van, ja, maar dat wil ik ook passen. Dat gaat mij ook wel lukken, hoor. Ja. Kom maar op. Maar waarom denk je dat het dan zo... dat je aandacht zo trok naar die anusdingen? Tja. Was het extra spannend? Ja, ja. En omdat mannen daar juist extra op gelden, vond ik dat juist nog leuker. En wat merkte je dat dan? Kreeg je meer betaald of meer kijkers? Of... Ook, allebei, ja, ja. Ja, mensen zeggen dat ook gewoon heel erg. En ja, klopt. En ik heb bijvoorbeeld op mijn OnlyFans, dat is een andere website, daar heb ik laatst een poll gemaakt met een vraag voor mensen van wat zien jullie nou het allerliefste? Nou, heb ik Extreme Eno opgezet, Public Play, dat ik buiten leuke video's maak, Girl en Boy Girl. Nou, het was echt, veruit de meeste stemmen was Extreme Eno. Ja? Veruit. Ook echt Extreme Eno. Ja. Grote dingen. Ja, ja, en het komt eigenlijk gewoon omdat ik daar ook, ja, denk ik, om bekend sta of zo. Er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen. Ja? Ja. Niet zo groot als wat ik heb. Ja, dus het aanbod is beperkt en het aanbod wat er is, kan niet zo groot als dat jij dat kan. De meeste niet, nee. Bijna niet veel in ieder geval. Hoe bereid je je voor op een anale webcamshow? Moet je niks voorbereiden qua stretchen? Nee. Ja, nee, dat doe ik in de show zelf. Oh ja. En dan begin ik vaak van klein naar groot in principe. Ja. Ja, en wat ik is doe dan niet meteen de grootste, daar begin ik niet meteen mee. En dat kan niet, want dan scheurt het. Ja, is niet zo handig. En wat is dan de maat van de eerste meestal? Hoe groot is dat ongeveer, wat er bij jou als eerste ingaat? Zoiets! Dat is een goed instapmodel. Ja. Ja, dat is best wel heftig hoor. Maar jij zegt ook, ik begin klein. Maar dit is een voor behoorlijke... Voor mij is dat wat... Kleine. Dan een beetje zoiets. Oh joh, ja. Ik krijg een buikpijn bij het idee.
Oké, dus dat is dan jouw instapmodel. En doe je dat dan met een beetje olie erop? Ja, met glijmiddel. Ja. Ja. Als je zo dan kijkt naar de verschillende maten en het hele rijtje wat jij zo qua opbouwen zou kunnen doen. Hoeveel maatjes heb je dan tot aan de grootste? Nou, ik heb denk ik wel een stuk of 100 speeltjes. Maar wat ik in een show doe, ja, 10 of 15. Maar dat doe ik dan de hele avond wel over, hoor. Ja. Wat is het grootste dat je anaal hebt ingebracht? Dat is de Goliath. Dat is een enorme dildo. Die is zo groot. Zo dik. Zo dik? Zo dik. Maar jouw taille is niet eens zo groot. Denk je dat het net zo dik is als jouw taille? Echt? Ja. En er is aan jouw hele anus omheen gegaan. Ik heb hem bijna helemaal genomen. Maar dat op een klein stukje na. Dus dat was echt ongelooflijk. Oh. En het langste, dat was het breedste wat ik ooit heb genomen. Langste, dat is echt, die is... zoiets. Maar hoe kan dat ooit daarin? Ja, maar die past ook niet helemaal, maar ik kwam wel ver. Hoe lang ja. deed je erover om daar dus overheen te komen? Die brede, daar heb ik echt wel heel lang over gedaan. Daar heb ik echt wel 1,5 jaar over gedaan, denk ik. Maar hoe kan het dat jouw anus daar niet uitscheurt? Geen idee. Ik heb zelfs mijn dokter gevraagd van, is dit wel goed? Wat zei hij? Zegt, het moet geen probleem zijn, maar hij weet volgens mij niet wel. Hij denkt dat ik overdrijf, maar hij zegt dat het goed is, dus nou. Met die grootste dingen, doet het dan niet heel veel pijn? Ja, niet heel veel, nee. En jij kan gewoon goed tegen die pijn en je vindt het lekker. Ik kan goed tegen pijn, precies. Het doet niet heel veel pijn. Als het pijn doet, dan stop ik ermee. Als het echt, maar het doet echt bij pijn jou doet. Niet zo snel pijn. Nee, precies. Daarom. Zodra het pijn doet, dan stop ik ermee. Zitten er lichamelijke gevaren aan je shows? Nou, ik heb gelukkig geen lichamelijke probleempjes. Helemaal niks. Dus het zou kunnen als je niet goed... je traint of niet genoeg glijmiddel gebruikt of als je echt pijn hebt, toch doorgaan. Mm-hmm. Ja, dan zou je wel probleempjes kunnen krijgen, maar ik heb nergens last van, gelukkig. Maar je hoort ook wel van die verhalen over verzakking daarbinnen of dat je aanbijen kan krijgen. Ja. Ben je daar niet bang voor? Nou, ik ben er wel bang voor geweest, maar ik heb van die verhalen gehoord. Ik heb goed informatie over opgedaan natuurlijk. Maar ik heb dat niet. Ik heb nooit een verzakking of een aanbij gehad, gelukkig. En dat is waarschijnlijk omdat ik heel veel heb getraind. En omdat ik weet wat ik doe. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Maar je moet natuurlijk wel altijd uitkijken. Je moet sowieso veel glijmiddel gebruiken. Dat is wel heel belangrijk om te trainen. En je moet goede speeltjes gebruiken. Dus niet te hard. En van die blow-up dingetjes, die zijn ook wel heel handig. Mm-hmm. Ja, je moet dus een beetje opbouwen inderdaad. Wie zijn je fans? Nou, ik heb wel een heleboel mensen die komen echt wel elke dag als ik online ben. Dan zijn hun er ook. Hele trouwe fans? Ja, die heb ik een heleboel van. Is heel leuk. Kan ik heel goed mee opschieten. Daar heb ik ook wel eens bij de McDonald's een keertje drankje mee gedaan. Maar er zijn echt in mensen real life die, ook? Ja, er zijn ook echt mensen die al jarenlang komen. Of die hebben wel eens een raffle gewonnen. Dat ik een drankje dus met ze gaan doen. Nou, dat is leuk. Waarom ben je zo close met je fans? Vooral omdat ik het belangrijk vind. Want hun geven toch hun tijd aan mij weg. En hun geld. En ik vind het heel belangrijk om daar ook wat voor terug te doen. Want anders ga ik mij schuldig voelen. Ja, zo ben ik. Maar je kan toch moeilijk... Ik moet toch iets terug doen? Ja, maar je doet toch al wat terug. Je stopt gigantische dingen erin. Ja, precies. Dus zolang ik gewoon lekker veel online ben en veel terugpraat tegen de mensen, veel video's blijf maken. Maar heb je dan niet constant... Je kan toch nooit alle monden voeden, zeg maar? Dus... Nee, dat kan ook niet. Maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk te beantwoorden en te doen. Maar wat voor mannen zijn? Het zijn vaak mannen die zijn alleen. Die hebben geen vriendin of... Ja, dat is heel sneu, vind ik dat vaak wel. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel vaak mannen die hebben gewoon een vrouw en een kind thuis zitten. Die zijn stiekem op de laptopje zijn ze even bezig. En wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, denk je? Ja, tussen de 20 en 60, denk ik, zoiets. Ja. 50, 60, ja, zoiets. Hele grote doelgroep eigenlijk, heel Ja. En word je wel eens door een fan herkend op straat? Ja. Ja.
Niet vaak, maar er gebeurt wel eens, ja. Dus en wat zeggen ze dan? Dat is wel heel grappig hoor. Ja, laatst in de koffieshop bijvoorbeeld kwam ik binnen en er was zo'n man die keek de hele tijd om. Ik denk, nou, hi, denk ik. Ja. Weet je wel? Nou, op een gegeven moment was hij klaar. Hij zegt, volgens mij herken ik jou ergens van, zegt hij. Ik zeg, ja, dat zou zomaar kunnen kloppen. Zegt hij, oh, nu weet ik het. Oh ja? Helemaal blij was hij. Ja, dat is wel heel grappig, zulke dingetjes. Ja, of in de stad is er wel eens gebeurd of een... En vind je dat nooit gek dat als mensen jou herkennen, dat zie je dus gelijk op zo'n intieme manier? Oh nee, ik vind dat wel leuk hoor. Maar ja, ze hebben wel gelijk, zeg maar, als mensen jou herkennen, dan weet je dus dat ze gewoon je anus hebben gezien. Ja. Dat is wel grappig eigenlijk. Ja, mooi toch? Ja. Nee, ik hou er wel van dat mensen me bekijken hoor, vind ik niet erg. En dat was de afsluiting van het tweede seizoen van Jurres Date. Leuk dat jullie weer allemaal hebben gekeken. Heb je nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan nog even weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Thanks. Dat was hem. Ik heb nog wel één vraag. Een patatje speciaal, wil je dat met curry of met ketchup? Curry. Ja? Ja, doen we curry. Haat je ketchup? Ik haat ketchup, ja. Echt?